Ruben Tijl. Ja, lieve luisteraar, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht. Heel hartelijk welkom aan de andere kant van de kerstdagen. Het is in ieder geval 30 december of geweest. Wanneer je dit luistert. Hartelijk welkom bij Ruben Tijl Ruben, de podcast. De laatste van het jaar 2022, die je natuurlijk ook in 2023 mag beluisteren. Nou, moet absoluut ook. Want weet je, doe je eigen ding. Ja, laat je niet leiden, bedoel je? Vroeger werd alles uitgezonden op een bepaald moment. En dan moest je, ik moet snel naar huis fietsen. Oh, het regent, maar ik moet toch fietsen. Want snap en snip. Snip. Precies, ik moet het halen, want het wordt nooit meer uitgezonden. Ja, dat is waar. Dat is niet meer. Ik weet nog dat We Are The World op 1 stond, toen was ik heel klein. En dat een oudere broer van een vriendje van mij zei, ik ga hem snel kopen, want als hij uit de top 40 gaat... Zie je hem nooit meer. Dan is het. Toen dacht ik, ja, inderdaad. Dan is dat plaatje weg. Dat gaat natuurlijk uit de top 40. Ja. Er is geen top 80. Nee. Toen kwam later de top 100, dus daar was ik gerustgesteld. Dat was een groter. Kon je nog even wachten? Archief met, was van ik denk kopen. Dat onze jonge luisteraar nu denkt: hè? Ja, nee, is lastig uit te leggen. Het is lastig uit te leggen. Welkom. Ja. Welkom bij jullie eigen podcast. Ja, ja. Dankjewel. Welkom. Ik dacht nog dat je tegen de luisteraar had, maar. Nee. De luisteraar... Welkom in mijn eigen studio. Ja, ja. Maar weet je, ik heb dat geleerd bij een soort assertiviteitstraining. Dat je op die manier. Een hogere status krijgt. Ja, natuurlijk. En naar luisteraars uitstraalt dat het jouw podcast is. Ja. Scherp. Ja. Ja. Dus voor de gast bij jou. Ja, tuurlijk. Ja, zit in het midden. Ja. Gewoon een soort rur. Ja. Links van mij. Ik heb ook een extra hoofd, zoals je ziet, op mijn trui. Ja, dat wil ik wel even vertellen aan de mensen die echt luisteren. We zien eruit zoals mensen er op kerstborrels uitzien. Ruben heeft een glimmende hoodie aan die echt niet in de buurt van een kaars moet staan, volgens mij. Want dan is het zelf een kerstboom. Alles aan hem vast aan. Ja, precies. Tel heeft een wollen trui aan met daarop een vrolijke sneeuwpop. Ja, nou, en hij is wit. Of is hij blank? Nee, wit. Oké. Okay. Nee. En ik heb een jasje aan met allerhande kerstmannen. Of ik bedoel sneeuwpoppen erop. Ja. Dat was leuk. Ik liep dus vanmorgen ons gebouw uit. Waar de appartementen in zitten. Oh, okay. Dat appartementencomplex. Ja, maar noem het, dat is dan niet het huis. Want het is het hele gebouw. Nou goed. En toen was er een Engels sprekende mevrouw. Die net de lift inging toen ik eruit. En die complimenteerde met. Oh, I really love the jacket. I really love it. I really love it. En toen dacht ik. In mijn soepelheid in Engels te antwoorden. Ja, het is die tijd van het jaar. Maar dat dacht ik in het Engels. Yes, it's that time of the month. Maar dat klinkt natuurlijk als iets heel anders. Dat is een liedje van Mary J. Blige. It's the time of the month. Don't even mess with me. Ja, nou, ik bedoelde dus niet dat ik ongesteld ben, maar dat... Je kunt alle kerstliedjes, besef ik me, veranderen in menstruatieliedjes. It's gonna be a cold, cold weekend without sex. Let it snow. Nee. Oké. Nee. Dit is de laatste podcast die wij opnemen van dit jaar. I'm dreaming of a white knickers. Als in de broek. Ja. Ja, ik verstond het toch in het Engels. Ja. Nee. In godsnaam. Ja, maar echt. Het was, ja, dit is over ons dood. Dit is overspannen gedrag. De CK was heel lastig te ontdekken. I'm dreaming of a white knickers. Moet ik het in godsnaam uitspreken? Ja, het is duidelijk. Ja, okay. Lieve luisteraar of lieve kijkers. Wij nemen de laatste podcast van het jaar 2022 op. Derhalve gaan we terugkijken. Ja. Ja, zeker. Naar het hele jaar. Uit de app-conversatie. Het redactieoverleg. Daar heb ik mij vannacht op proberen op vast te bijten. En ik heb een aantal dingen op mijn lijstje weten te zetten. Nou, dat is toch fantastisch. Ja, en voordat we beginnen, want dit mag wel zo'n extra dikke, luie kerst. Oud en nieuw. Wintereditie. Zo'n podcast waar je lekker lang naar kan luisteren. Lekker ergens, lang. Ergens in de kerstvakantie ben je aan het wandelen. Of je probeert je te onttrekken. Ja, je hebt net ruzie gemaakt. Aan een familiebijeen. En je zit heel eventjes anderhalf uur boven op je kamer. Lang. Dus ik wil eerst nog even terugblikken naar het afgelopen weekend. Ik was bij ADO Top Os. Dat is een kelderkraker inmiddels. Want dan heb je het over de nummer
16 tegen de nummer 17 van Ja, maar dan hebben we het dus over een 6-puntenwedstrijd. Ja, maar er werd niet in gescoord. Ah. Nee, het was 0-0. Hey. Met weinig kansen. Bloed spannend. En het was min 5. 0-0 en min 5. Die combinatie is dodelijk. Maar jij zat in het stadion? Zeker. Wauw. Ja, en het is niet zo heel veel warmer dan uit het stadion. En met wie was je? Ik was met Maarten. Cool. We hadden al zo lang dat vaste prik avondje wat we wel eens doen. Maarten, jeugdvriend van mij, gaan we samen terug naar Den Haag. Ja. Vaak de ideale combinatie na een wedstrijd in het stadion. En wat nu het Bingol stadion heet. Oh, geen car jeans meer. Nee. Kan je eens een overzichtje maken ooit van alle namen die het stadion van ADO gehad heeft? Als we promoveren. Afgesproken. Dus dat was een beetje een lastige wedstrijd. Ik was wel aan de hand nog even te gast in de ADO-podcast. Oh. Die dan na afloop van de wedstrijd... Meneer zit in een andere podcast. Ja, ik kon er niet onderuit. Maar ja, dan is het moeilijk hè, op de vraag... Heb jij aanknopingspunten gezien? Ja. Ja, natuurlijk. Ja. Je hebt de nul gehouden. Die balk aan het plafond. maar wat wel leuk was... wat ook leuk was... Want het was heerlijk om daar weer te zijn. Thomas van Huyt kwam naar mij toe. En die gaf mij een item. Die moet ik even pakken. Een item? Hij staat nu op in zijn streepjesbroek. Hoe noem je dat? Krijtstreepbroek. Ja. Krijtstreepbroek. Die heel leuk past bij die trui. Die heeft leuker die past al, dan ik dacht. Volgens mij sinds de eerste uitzending van Lama's. Oh. Nee, dat was een flair. Kijk, hij komt terug met een item. Wat is het item? Ja. Thomas van Huyt, de bonkige, rossige spits. Topscorer vorig jaar? Van de club? 36 doelpunten zo. In het hele seizoen. Totaal. Dat is niet normaal. Ja. En betrokken bij alle vechtpartijen. Alle doelpunten. Nee, het is een waanzinnige spits. Ja. En een echte Haagse jongen. En hij heeft voor dit seizoen bijgetekend. Nu Dick advocaat er is, wil hij ook weer blijven. Hij is met een pet gekomen. De Thomas van Huyt pet. En hij heeft mij gevraagd om die onder aandacht te brengen. Nou, dat doe ik. Ja, want, dus jij laat hem zien in een podcast? Nee, ik praat erover. En ik laat hem zien. Nee, ik laat hem ook zien aan, ga aan nu camera. Naar YouTube. Ja. Luisteraars, ga nu naar YouTube. Zo makkelijk laat ik me niet in de hoek zetten. Ik heb hier een tekening van mijn dochter, daar ben ik heel trots op. Nee. Jij weet net zo goed als ik. Jij zit hier ook heel ijdel met dat jasje. Jij kwam met het idee dat we kerstkleding aan moeten. Oké, terug naar die pet. Ja. Terug naar de pet. Ik wel Gerard Joling tegenover. Dus ik zeg, Thomas, weet je joh, in die sweater. Ja, nee, hier komt geen lucht doorheen. Zo, nee. Man. Het lijkt wel of ik in een duikpak zit hier al. Terug naar de pet. Terug naar de pet. Kijk, voor iemand die 36 doelpunten vorig seizoen op zijn konto heeft geschreven, weet je, dat doe je gewoon alles. Dus het is een mooie, kijk naar die naden, hoe goed dat gestikt is. Dat is mooi zeg. En kun je iets meer over het logo vertellen? Want het is een helemaal integraal zwarte pet. Zijn naam staat helemaal aan de binnenkant, uitgebreid. Oh, heerlijk, dat is dus misgegaan. Ik vind het mooi, want het is echt een technische speler. En het heeft ook wel iets van de technische universiteit. Ja, het heeft een universitair thema, dit logo. Er staat Thomas Veit, TV9. En 9 is zijn rugnummer. Ja. Dus Thomas, als je luistert, dank voor de pet. Shout-out. Ja. Ik hoop dat er meer... ik ben blij dat hij items op de markt komen en blijf scoren. Het maakt mij niet uit. Succes met je tv-kanaal. TV9. Zet hem op 9. Nou ja, al had hij gezegd ik ga crack verkopen, dan had ik het ook aan. Ja, natuurlijk. Ik had wel gezegd, Thomas, ik zou als topsporter je niet associëren met crack. Maar als hij had gezegd, luister, dit is het. Dan had ik het ook gedaan. En dan voor zo'n jongen doe roken. Je alles. Ja. Godzijdank doet hij het niet. En houdt hij het bij dit fantastische... Bij fashion. Effect. Bij head fashion. Maar cool dat je zo in de inner circle van ADO zit. Absoluut. Heb je advocaat nog gesproken na afloop? Nee. Heb je nog... Ja, ik heb geprobeerd. Maar vanaf... Hij hing aan zijn deur. Dick! Terwijl zijn raam van zijn auto dichtging, hing tuil slepend. Meneer advocaat! Over het parkeerdek. Nou, het was dus koud afgelopen weekend. Dus wij de stad in. En Maarten, die mee was, die dacht, ik draag ook mijn steentje bij aan deze avond. Ik heb wat vooronderzoek gedaan. En hij zei, er is een classic party in de Westwood. Als je niet uit Den Haag komt, moet ik toch even uitleggen hoe dat zit. Westwood is een
is een legendarische nachtkroeg, discootje, richting de Vogelwijk, Scheveningen. Maar echt historie, toch? Daar kom ik ook al mijn hele leven lang. Het is een kakkersbiotoop, dat is het. Ja, we zijn er geweest. Dat is het. Dat is geweldig. Als de hele aarde vergaat en de Westboet blijft ongemoeid, dus ze komen naar buiten, dan bestaat binnen een paar jaar de hele wereld het hockeyers. Ja. Hockeyers en rugbyers. Ja. Dat is, ja, precies. Maar het is echt super gezellig daar. En het is leuk, want hij zei, het is een classic feest. Dat betekent dat mensen die er vroeger kwamen ook naartoe gaan. Dertigers, veertigers, vijftigers. Hartstikke leuk. Oh, dat feest begon op tijd. Goed idee, want je kan niet meer zo laat maken. Dus wij al om 12:00 erheen. En ik vertelde het legendarische verhaal hoe ik ooit voor het eerst in de Westwood kwam. Ik had er alleen maar van gehoord van de Westwood toen ik 18 was. Dat je ging naar de tempel. Dat was een soort Bhagwan discotheek in het centrum. Die ging om 2:00 dicht. Iedereen naar de Westwood. Nou, op een dag wilde ik daar ook heen. Ging met mijn vriend Robert uit de klas. Die woonde daar in de buurt. Wij naar de Westwood. En wij fietsen en zoeken en zoeken en zoeken. En we konden. Want ik had een soort in neon gehuld gebouw. Ja. Met lange rijen en limousines. En, dat had van ik die zoeklichten. Pompende muziek. En wij fietsen. En gaat de deur weer open. Anderhalf uur fietsen, niks gevonden. Terug naar huis. Bellen naar de Westwood. Hey. Zijn jullie open? Ja hoor, we zijn open. Oh, dat nam iemand op. Hè, nam gewoon iemand op. Wow. maar naar huis om te bellen. Ik heb het over 1993. Ja, wauw. Ja. Terug om te bellen. Nou, wij weer fietsen, zoeken. Naar een snackbar. Weet u misschien wel hoe het is. Lang zoeken vonden we het. Het is een klein bunkertje. Ja. Dus totaal onopvallend. Godzijdank, we hebben het gevonden. Beetje gespannen naar binnen. Komen we binnen en worden we niet gelijk in elkaar geslagen of geofferd. Yes! Sacrifice the teenagers! Deur open. Die jongens met die Spencers, pak ze! Wij naar binnen. Je wordt wel een beetje gek aangekeken. We waren natuurlijk jonge jongens. Wij kwamen binnen. Die hele Westwood helemaal leeg. Ah. Er wordt nog schoongemaakt. Alles wordt nog in gereedheid gebracht. Want dat wordt pas druk om 1 uur of 2. Dat is Westwood druk. Wij waren daar iets van 10:50 of zo. Ja. We besloten te blijven. Hele aardige barjongen. Ik zal het nooit vergeten. Die heeft ons een beetje van alles verteld over wat er allemaal kan gebeuren. En wij waren eigenlijk al helemaal lam toen ik net... Je zat te giechelen. Dus dat verhaal vertelde ik op weg weer naar de Westwood. En ik was er jaren niet geweest. Hartstikke leuk. Wij naar de Westwood. Ik vertel dat verhaal. En terwijl ik het vertel, vind ik het wel voor een classic party rustig. Ja. Het is alsof de duivel er mee speelt. Weer 10:50. Wij komen binnen. Die portier kijkt een beetje gek naar ons. Hè? Alles is hetzelfde. Jullie weer? Is daar niets veranderd. En het is weer helemaal leeg. En hij, classic. Maarten kijkt nog op de kaartjes die hij gekocht had. En zegt, oh nee, het is morgen. Nee. Het is morgen. Dus nu zaten we. Ook een soort, want het is afgelegen en de taxi was weg. Min of meer stak. En dacht ik van, weet je wat? We blijven gewoon. Ja. We gaan in ieder geval wat drinken. We gaan zien er wel het beste hoe het van doet. Maken. Klasse. Maar het was gewoon een ouderwetse hockeyavond met kinderen. Nou, wij drinken. En op een gegeven moment liep het wel lekker vol. En er kwamen veel jongens en meisjes naar me toe. En die zeiden, mijn dag, moeder. Meneer. Mijn moeder vindt het zo leuk. En mijn vader vindt het zo leuk. Ja. En dan was ook een meisje die herkende mij. En die zei, oh, maar jij kent Daan. Daan Spoek. Die ken je toch? Oh, Daan Spoek. Daan Spoek. Dat is de broer van Thomas Verheid. Het was voor mij lastig de connectie te leggen. Want ze wist ook niet precies waarvan ik die moest kennen. En opeens, toen ik achter me keek, toen begreep ik het. Want daar stond hij op een podium. Als een dandy. Haar mooi in de lak. Jasje, dasje, dansend. Een juichende, want het was inmiddels druk, menigte om hem heen. Het was Daan. Onze Daan. Onze junior technicus.
creative. Is niet boek, waar. Stok achter de deur. En ik zwaaide naar Daan. Maar Daan, die deed alsof hij mij niet kende, hoor. Wat? Die deed alsof hij jou niet kende? Nee, want nu was ik op zijn terrein. Nu was ik te gast in zijn... On his turf. Ja, precies, ja. In zijn koninkrijk. You're on my watch now. Ja. En iedere boy. Keer als hij in de buurt kwam... Daan. Hij keek wel. Dag meneer. Precies. Dag meneer, wie komt u ophalen? Komt uw dochter ophalen? En de hele avond dan hoorde ik weer... Opeens hoorde ik... Is dat nou een saxofoon? En dan stond hij weer op een oude... tenorsax. Tot hij weer... Baker Street. En dan stond hij weer reggaeton te DJ'en. En dan hoorde ik weer... Hup, dan hoorde ik lambada! Hup, stond, en dan had hij de hele dansvloer gekleerd. En dan stond hij gewoon hup, de lambada te dansen. Met een rugbyteam. Nou, spelen, maar spelen. Hup, vrouw in de rij. Line-up. Ja, volgende. Het ging maar door. Hup, dan was het weer limbo time. Dan stond hij met een groep Jamaicanen. Limbo lower. Steel drums. Vuur spuwen. Steek in de fik die stok. En ik roepen, Daan. We kennen elkaar van de podcast. Hij heeft me een handtekening gegeven. En een klap. Hij heeft hem nog even boven zijn hoofd getild. En toen zong de hele Westwood toen Jonas in. Nou, uiteindelijk wilde ik naar huis om 3:30. En toen zei ik, zullen we taxi? Ja, oké, wij naar de portier. Een taxi, zei hij ook. Wie gaat er nog met een taxi? Nou, je zit echt aan het einde van de wereld daar. Hè? En alles is bevroren. Ja, dat gaat zeker wel 3 kwartier duren. Oh. Met onze jas aan, bier gedronken. Oh. Terwijl Daan een shotjesproeverij... Shot. Eindelijk weg konden... Everybody. Toen ging hij boksen. Ging boksen met reuzen van gasten. En een beer. Kom dan! Toenk, toef. Hier, ja, met een grote rauwe zalm. Lokt hier met een... Hier al. Oh, en toen we eindelijk in de taxi naar huis waren, toen zag ik hem nog voorbij schaatsen. Want hij had gewoon zijn noren ondergebonden en ging gewoon over het wegdek. Hij reed de autoklem. Ja. Hoe? Met zijn lijf. Ja. In een string. Wat een verrassing. Afranseling gehad. Ja. Ik ben aangenaam geschokt. Ik wist het niet. Je hebt dus een dubbel leven. Nou, het was een genoegelijke avond. Overdag is hij geluidstechnicus. Mijn podcast van oude middelbare mannen. S'nachts maakte ik diezelfde mensen belachelijk op het podium van de Westwood in Den Haag. Oh, wat heftig. Wat een heftig verhaal. Ik kijk nu ook heel anders naar die andere twee. Wat zouden die doen? Nou goed, daar komen we een andere keer op. Dat was dus mijn weekend. Was hartstikke leuk. Heerlijk. Het was weer heerlijk om in Den Haag te zijn. Ja. Maar wat een leuke ontmoeting dus met Thomas Verheid en dus met de Danny Spook. Ja, precies. Jij kent Danny Spook. Ja, en ik was Instant Tribe. Ik was, ja. Ik was in het Koninkrijk. The real Dean. Je hebt een heel kleine tatoeage. Ja, dat moest. Beetje onvrijwillig, ja. Dat moest. Hier zo, een klein spookje. Ja. Spookje. Klein spookje. Heftig. Maar goed, we gaan eens lekker terugblikken. Ja, ik probeer dan een bruggetje te maken. Leuke ontmoeting. Precies. En dat doen we aan de hand van lijstjes. Ja. We hebben een beetje heen en weer zitten appen. Want het is natuurlijk de tijd van de lijstjes. Het is. We hebben een lijst van lijstjes. We hebben een lijst van lijstjes. Het is niet één lijst, maar het zijn allemaal korte lijstjes. Korte lijstjes. Ja, en zoveel als je er hebt natuurlijk. Hè. De een heb je er 4, de ander 3 en de ander 2. Misschien wel 1. Ja, dat kan natuurlijk allemaal gebeuren. Oh, het is allemaal uit het leven gegrepen. Zal ik eens even wat op tafel gooien? Gooi eens even wat op tafel. Waar iedereen lekker mee kan relaten. Flats. Waar en wanneer heb je in 2022, ja, het lekkerst gegeten? Het is niet zo ver een terugblik. Nee, precies. Het is 2022, ja. Nou, kijk, op, daar gaat hij. Ja, die man met die tatoeage aan. Nou, ik begin steeds meer op mijn vader te lijken. Laat ik daarmee beginnen. Dus ik heb vooral, maar hij heeft zo'n korte termijn geheugen. Is hij toch al kwijt.
ik kan soms niet meer zo heel ver terugdenken. Vooral als ik een slokje op heb, hoor. Bam. Dus ik zag dus dit, dat is bijna dagelijks. Ik zat dit vannacht te bedenken. Ja? Oh ja. En waar heb ik het lekkerst gegeten? En toen was ik inmiddels thuis. Was laat. En toen zat ik lekker te eten ondertussen. Ik had een pasta... Chips! Nee, een pasta carbonara uit de Tupperware-bakkie. Bam. Koud. Met, ja, koud. Ja. Laat ik erbij zeggen, vegetarische spekjes van de vegetarische slager. Kijk eens aan. Super, super lekker. En dan die charisi saus. Hoe zeg je dat? Die rode, scherpe saus. Charisi. Ja, ja. Anyway. Ja, jij hebt het gegeten. Ja, Shirazade. Daan. Jij weet het. Jij bent het nachtmerrie. Danny Spook. Sriracha. Hij weet ook alles. Hij kan alles. Wow. Hij weet alles. Wat u niet ziet, nu, hij is nu ook burpees aan het doen. Hij doet altijd even 80. Hop. Dus ja, het was wel heel grappig. Want ik zat dat te eten en dus te denken. Waar heb ik? En ik zat ondertussen te genieten. Joh. Heerlijk. Wat is 's nachts... Koude pasta toch lekker, hè? Dat is het ook. Ja. Jongen. Dus daar ga ik even verder denken. Wacht. Mag ik daar even op inhaken? Ja. Want ik heb pasta carbonara ook hoog op mijn lijstje staan. Ja. Ik ben met mijn vriendin in Sardinië geweest. Oh, ja. En daar kwamen we aan en toen deden we... Het was de kamer nog niet klaar, dus we gingen eerst even lunchen. En toen deden we de kaart open en daar stond pasta carbonara... Tussen nog andere dingen die we helemaal niet gezien hebben. Dus dan hebben we de kaart meteen weer dicht gedaan. 2 maal de carbonara, alstublieft. En die carbonara was... Als ik eraan denk, ben ik een beetje ontroerd. Nee, maar die was zo lekker! Die was zo schofterig lekker. We hebben hem die week, ik denk, 4 keer gehad. Ja. Omdat je denkt toch, ja, maar ik kan niet weer vandaag. Maar ja. 3 dagen achter elkaar hetzelfde bestellen kan toch niet? Zijn van de Italiaanse gerechten, die klassiekers zijn zo goed. Ja. En op de laatste dag, we waren al uitgecheckt. Oh, we kunnen nog net even lunchen. Was echt vroeg, 11 uur. Dus we moesten de kok ook nog even overtuigen dat we gingen lunchen al. En toen hebben we gevraagd, mijn vriendin spreekt vloeiend Italiaans. Of wij bij de kok in de keuken mochten komen kijken hoe hij de pasta carbonara maakt. Toen hebben we in die keuken gestaan. Nou echt, ik als een soort bouffier met een natte kin stond ik te kijken hoe die man die pasta maakte. En ik kreeg dus af en toe de vertaling. Dan waren zij... En dan kreeg ik zo'n vertaling voor dat... Heel kort. Ja, voor dat... Ja. Hij doet nu eideren. Ja. Ja, precies. Alsof je dat gaat onthouden. Ja, dat en ook. Namaken. Ja, het was ook... Oh, dat gehandicapte neefje wil ook wat weten, hoor. Zo werd ik behandeld. Maar zij hadden de grootste lol met z'n tweeën. Inderdaad, altijd op deze datum. Dat betekent San Rafael. Weet ik van wat. Heel af en toe kon je iets ontwaren. Nee, dat is niet mijn vriend. Ja, precies. En hoezo stond je te poleren opeens in een hoekje verderop? Hè? Ja, inderdaad. En hij zei... No, I'm touching your wife for good luck. Nou, dat schijnt een gebruik te zijn op Sardinië. Dat je elkaars vrouw... Ik zie jullie lachen. Nou, in ieder geval, die pasta carbonara. Ik heb hem nog niet nagemaakt thuis, want dat is niet te doen. Nee, maar, ja. Oh mijn god, wat was dat lekker. Sardinië, 2022. Maar zonder de Cesarici saus. Ja, natuurlijk. Ja, gaat er geen fucking Thaise saus erop pleuren. Ja, waar komt Sriracha saus vandaan, Dennis Boek? Volgens mij... Nou, hier gaat hij opeens... Op scheiden is hij ook nog. Oh, dat durf ik niet te zeggen. Nee, goed, hij is ook Olaf aan het kraken nu. Die heeft last van rugproblemen. Precies. En hij leest de hand van Sammy. Wauw. Je zult in 2023 een grote financiële meevaller meemaken. Danny Spook voor alles. Dat is zijn ondertitel. Danny Spook voor alles. Oké. Okay. Jouw lekkerste gegeten. Ja. Of welke comes to mind nu? Dat is toch wel duidelijk. Dat is voor mij toch wel loud en clear. Het houdt een beetje het midden tussen 's nachts pasta eten uit een bakje en op Sardinië in de keuken zien hoe er over je gesproken wordt, maar niet precies weten. I'm touching a wife for good luck. It's for good luck. Yes. Slap the buttocks for good luck. I wish you many good luck. Spats. Dat was heel gek moment. Dus ik vind het mooi zo, dat je zo in zo'n cultuur onderdompelt. Ja, zo is dat. Heel, heel
handtastelijk. En zo is die cultuur. Ja, amicaal zou ik het willen noemen. Ja. Als je naar Parijs gaat, ga naar het restaurant Goya. G-O-Y-A. Goeie. Dat is een echt Frans restaurant. Je kan zeggen deels high-end. Weet je, mooi linnen, mooie glazen, mooi bestek. Met echte obers. Ja. Professionele obers. Ah. Die zijn geboren als ober. Ja. Die komen uit het geslacht van obers. Ja, precies. Die hebben ook zo'n oberscheidingje. Ja, oberscheidingje. Een beetje olie in het haar. Ja, die maken precies. Een colaflesje tussen hun knieën open. Ja. Alsjeblieft. Er is niets fijners dan een echte ober. Maar ongelooflijk informeel. Met een fantastische wijnkaart en hun specialiteit. Oesters op alle soorten manieren. Ah. Met yoghurt, met zeekraal, met gin. Ja, nee, maar echt kunstwerk oesters. Omdat Goya ook een type oester is. Daar heb ik een oester gegeten. Het leek wel een Fabergé-ei. Ja. Fantastisch opgetuigd. We hadden er ieder drie. Het was op de verjaardag van Markel. Ja. En daarna een enorme zeerog. Ja. Beter werd het niet. Nee. Nou, nog iets. Want het was een jonge ober. Die heel graag naar Amsterdam wilde. Dus we hebben een lijstje tips voor hem opgeschreven. Van restaurants? Waar die ja, wat weet je, culinair, ja. Cultureel, stappen. Een beetje leuke tips. Hij ging vooral voor het blauwe. Ah ja. Precies. En hij is blijft de deur niet uit te krijgen. Hij leeft nu al 2 maanden bij jullie. Ja. Dampen. Ja, hij maakt wel iedere dag een fantastische oester. Nee, het is grappig. Dan heb je in Parijs alles. Alles. Ja. En dan vinden ze zo geweldig. Ja. Vrije drugs, waar wij verder niet zo heel erg wakker van liggen. En hij heeft ons voor die avond een hele leuke club toen getipt. Waar we naartoe zijn gegaan. Waar echt steenrijke jongen. Het was zeg maar de Westwood, maar dan in Parijs. Ja. Parijse kakker. Nee, dus ja, het was wel te vinden. Ja, het was precies. Maar weet je, dan sluit je echt achteraan in de rij. Want dit zijn rijke jongeren. Ja, ja. Vaak ook expats, kinderen. Niet normaal, wat die allemaal. Dan kwam de fles champagne aan een soort. Die kwamen aan een soort ketting naar beneden. Een soort takelsysteem. Dan had je die besteld. En dan kwam die van boven. En dan kwam die naar beneden met vuurwerk. Weet je, dat het echt flink entree had. En dat bleef maar doorgaan. Dat is een soort lopende band. Goya in Parijs. Daar heb ik absoluut. Het was op 2 juni het lekkers gegeten. Onthoud het. Ik Goya. Want ik ga, ja. Precies. Als ik daar ben. Bam. Ja, want 2 juni, we hebben vaak oesters gegeten. En volgens mij jij ook, vindt uiteindelijk gewoon de oester met een beetje citroen en peper toch de enige oester. Maar dit was wel gegratineerd. Heel bijzonder, ja. Ja. Echt op een hele bijzondere wijze leuk. Aangekleed. Alright, ik heb er nog één. Ik heb ook, naast dat ik afgelopen jaar gesport heb en geschaatst, beide inderdaad 1 keer, heb ik ook gekookt. En ik heb samen met mijn oudste dochter, ja, het klinkt heel stom, maar gemarineerde kip met gebakken rijst gemaakt. Ja. En dat was super lekker. Ik wil niet zeggen het lekkerste wat ik heb gegeten afgelopen jaar, maar het was ongelooflijk lekker. En het was ook heel leuk en ik was echt heel trots ook. Want ik had deze keer ook niet echt heel erg gevloekt of mensen beledigd of tegen me in het harnas gejaagd. Dus die wou ik wel ook noemen. Ja, want ik weet wel, in je vorige huis, toen je daar een tijd zat, toen zei je, ik heb denk ik 10 keer het gas aangehad. In 1,5 jaar. Want jij, en dat is jouw goed recht trouwens, jij laat dan veel komen. Ja. Van mensen die die wel kunnen koken. En er beter in zijn. Die er beter ook, in zijn, die dat een beter humeur kunnen afronden. Meer variëteit. Dus bam. Is daar nu iets in veranderd? Ja, dat begint. Heel voorzichtig. Het begint ook wel leuk te vinden. Ja, toch? Het is toch gewoon leuk. Maar misschien ook omdat ik gewoon iets meer tijd heb. Als je namelijk ook echt lange werkdagen hebt. Ja. En je moet dan ook nog koken. En dan, godsamme. Ja, je moet er wel even de tijd voor nemen. De afwasmachine is nu kapot. Ik heb gewoon met de stevige. Nu al? Het is allemaal hagelnieuw. Ja.
God. Ja, ja, ja. Leef ik ook tegen zit, toch? Danny, kan je mijn wasmachine, afwasmachine komen maken? Hop, duimpje, hij klasse. Hem, hij trekt hem met één hand eruit. Hop, hop. En dan gooit hem in het ei. En dan zegt hij, zo. Zegt hij, you're free now. You're free. Duurzaam. Daar wil ik met jou naartoe. Precies. Ik wil er nog wel een noemen. Uitbrek, onder de douche. Je gaat me lekker afwas doen onder de douche. En dan sta je daar. Zie je? En denk, hè? Ja. Waarom heb ik dit nooit eerder gedaan? Maar ik moet ook koud van de douche. Totdat je, ja, precies. Ja. En dan moet je toch een plas doen. En dan zie je dat afdruiprek weer staan. En ja, godverdomme, ga ik weer. Ja, je gaat weer. Danny, hou hem tegen. Ik heb ook geluncht in restaurant Wils. Dat is het andere restaurant van Joris Buitendijk. Precies. Ah. Vlakbij het Olympisch Stadion. Nou, het is niet gratis daar, maar wel heel lekker. Het allereerste wat we te eten kregen, een zogenaamde amuse, kregen we gewoon op een stok. Gewoon echt een stokje, een takje. Mm-hmm. Gewoon echt een takje uit van een boom, takje. En daar zat op een plakje wortel. En dat was zo in zo'n esje gevormd. En ik dacht, nou oké, we kunnen het ook gaan overdrijven, hè? Hier met z'n allen. Hak. En toen stopte de tijd en ik hoorde engelen. Het was zo ongelooflijk lekker. Wat hebben ze gedaan? Een plakje wortel gerookt. Eerst heel lang roken. Oh. Daarna leggen ze het in een bad van gemberbier. Zo. Daar ligt het een tijdje. En dan gaat het heel even op de grill. Tch. En dan hop, op dat takje. En veel meer doen ze niet. En het is zoet en het is wortel en het is... Je gaat terug naar je jeugd en naar de toekomst. En je moet huilen. En je wil een rondje geven. Je wil andere mensen ontmoeten aan andere tafels. En aanraken. Touch your go. I'm touching your wife for good luck. Yes. Mag ik je wortel aanraken? Nee. Ja, en jij maakt het weer vies. Nee. Die op dat bordje ligt. Nee, het was echt heel bijzonder. Want uiteindelijk ging je gewoon worteltjes jatten bij mensen. Oké, okay, dat was culinair 2022. Mooi. Gooi jij eens een lijstje op tafel. Nou, ik vond wie hebben we ontmoet het afgelopen jaar. Welke leuke mensen hebben we ontmoet? Ja. Dan moet ik toch zeggen dat ik Stefano Keizers ontmoet. Ik kende hem al. Ja. En ik wilde hem eigenlijk altijd wel ontmaskeren. Want ik dacht van, dit is één grote act. Wat is dit ook met die stem en dat typetje? Ik dacht van, dit is een act. En als hij normaal is... En ik ging een televisieprogramma met hem doen. En ik ben alle dagen dat we met elkaar waren... Tot allerlaatste met hem diep in de nacht wakker gebleven. En op een gegeven moment ging ik het gewoon zeggen. Oké, we zijn nu met z'n tweeën gewoon alleen over. Dus nu kan je echt ophouden. Ik zeg niks. Ik zeg niks tegen niemand. Praat gewoon, man. Het is toch niet vol te houden, dit? Het is doodvermoeid, man. Hou op. Hou op ermee de hele tijd. Want je doet het met alles. Nee, maar Ruben. Ja. Nee, maar... Maar dus hij stopte niet. Nee, het stopte niet. Het stopte niet. En ik was ervan, nou ja, overtuigd. Ik zat echt van, nou, dit... Maar omdat we steeds dus die nachten hebben doorgehaald en... Heb ik hem wel leren kennen. En wat een aardige gozer is dat. Bam. Echt. Zeker. Geweldige echt, gast. Echt helemaal oké. Okay. En het is dus geen act. En het is geen act. Nee. Daar ben ik van. Nou, hij liet een filmpje zien dat hij met zijn broer is. Ja. En die deed precies zo. Ja, maar praat precies. En toen zei ik van, ja, maar wacht even. Hier is in on it too. Want jij bent echt, dat is met alles wat je doet namelijk. Je zet het door. Jullie zijn perfectionist. Dat jij naakt gaat zitten bij de, en je zet het door. Je zit bij de roast. Bij van... de roast. En hij zat er al, ik kwam daar binnen. En hij moest er al een anderhalf uur van tevoren zitten. En toen zat hij er al naakt. Dat je denkt van, oh my god, is een skyleren stoel ook nog eens wit. Oh man, wat slecht gekozen dit. Maar hij zette het door. En dat doet hij met alles. Al die acts van hem. Hij zet het door. 100%. Roy Akkers kwam bij hem over de vloer. Ik zat 5 minuten te kijken. Ik denk, oh, dat wordt die hele... Ja, en dan ging je weer. Binnen 5 minuten lag hij onder zijn eigen glazen salontafel. Op zijn rug. Ik dacht, wat doe je allemaal? Maar hij zette het door. Het hele interview. Ik denk, van, zie je? Die broer is in on it. Maar nee, hij is zo. Hij is 100%
Echt? Ja, precies. Want uiteindelijk. En origineel ook. En kijk, hij zet het natuurlijk wel aan. Als de camera draait. Hij zet het. Dat is dus ook niet zo. Daar ben ik. En daartoe was ik overtuigd. We waren in Stockholm. Nee, maar hij zet het aan als in wat. Dan is het wat dikker. Maar als je gewoon. Ja, maar we waren in Stockholm dus. We gingen stappen. Nou, hoe vaak wordt er iemand de club uitgezet. Omdat hij alleen maar op de dansvloer staat te dansen? Ja. Bam! En dat zette hij aan, hoor. Dat dansen van hem. Oh, woei! En daarop even zag ik, hey, ging Stefano daarna met twee portiers? Oké. Okay. Nou, dat was dit voor vanavond. Jij, ja, geweldig gast. Wat geestig. Wie heb jij leren kennen, Nicolai? Ik vond Joki was een vrouw die ik heb leren kennen bij de Midnight Game Show. Een item van The Big Show. Ja. Die vond ik heel grappig, omdat hij heel grappig reageerde op alles. Kijk dat maar terug. Ik vond de gids die wij hadden in Oxford. Wij waren in Oxford een weekendje. En toen hadden we een gids, Simon. En die heeft ons rondgeleid. En die vond ik ook heel grappig. Maar die was niet bedoeld grappig. Want die had zo'n dikke jas, ook olie in zijn haar. Ook zo'n weeige, zoete walm om hem heen. Van, ja, natuurlijk doucht hij, maar ja, maandag. Gezette tijden, ja. Ja, precies. Maar we waren daar allemaal iets te vroeg. Dus we stonden daar met alle toeristen hem aan te gapen. En toen zei hij in onvervalst Brits. We start in 6 minutes. So until then, stop looking at me. Maar geen glimlach of whatsoever. No, stop looking at me. We start in 6 minutes. En hij zei de meest gruwelijke dingen over die stad. En dat eindigde hij elke keer met een hele vrolijke, all right. Dus dan zei hij, ja, en hier is in een veldslag zijn er 50 burgers en 60 studenten doodgaan. All right. No, not all right. That's not all right, Simon. No, no. Die staat me levendig bij. En de barman. De barman van restaurant Next. De NDSM. Je hebt hem ook ontmoet. De Oekraïense hooggeblondeerde barman. Ja. Dit is gewoon een brok vrolijkheid. Die man staat lachend aan je tafel en die zegt... So, I'm going to open now your bottle of wine. Nee. Yes, please. Okay, then I'm going to open it now. Die maakt een cocktails. Nou, die zijn zo spectaculair lekker. Ik zat met mijn jongste en haar nichtje aan de bar. En mijn jongste had op vakantie ergens een virgin mojito ontdekt. Dus die wou dat weer. Want die dacht, cocktail, de enige cocktail die ik ken, virgin mojito. Die stond niet op het lijstje van de cocktails. Of ook niet van de virgin cocktails. Dus zij vraagt aan hem, in haar beste Engels. Can I have a virgin mojito? En hij zucht en kijkt ons aan en zegt... Well, of course you can... But why not look at the menu and try something new? Life is an adventure. En hij maakte een cocktail voor die kinderen, een hele andere. Nou, en die was nog veel 1000 keer lekkerder inderdaad dan die hele virgin mojito. De avond daarna ben ik daar met vrienden geweest en toen heeft hij een cocktail met mezcal gemaakt. Oh, en mezcal denk ik, nou, dat is nog inferieur drankje dan tequila. Maar my god, wat was dat lekker. En nee, dit is echt een aanwinst voor de buurt. Dit verhaal heeft nog een naar randje, wat je niet wil vertellen. Maar waarvan ik vind dat het publiek er recht op heeft. Jij hebt geprobeerd hem... We gaan even naar de reclame. ...in huis te halen. Ik heb hem geprobeerd in huis te halen. Ja, want jij zei, nee, hij komt uit Oekraïne. En toen zei hij nog, ik ben oké. Okay. Ik heb onderdak... En ik woon hier al 10 jaar. Ik wil niet bij jou in huis. Toen heb je hem meegenomen. En toen zei je... Nee, shake it. Jij hebt geprobeerd om een cocktail shaker... Om een huis shaker. ...in huis te nemen onder valse voorwenselen. Nou ja. Je hebt het gepresenteerd aan jouw huisgenoten. Als een... Papa heeft iets goeds gedaan. Ja, precies. Hij heeft de politie gebeld na 10 minuten. Heb je alles? Ik heb rum, ik heb 14 soorten whisky. Wat heb je nog? Hij slaapt in de bar. Ja. Nee, ja, dat is... Nou goed. Andere lijstjes. Ik heb ook nog iemand ontmoet. Sorry. Oké. Ja, en Tijl ook. Ja. Oh ja, natuurlijk. Je hebt nog iemand ontmoet. Ja, zeker. Ja.
En dat, hij heet Ringo Maurer. Zegt dat jou iets? Ringo Maurer. Nee. Nou ja, hij is natuurlijk vernoemd naar Ringo Starr. Zijn vader is een ontzettende Beatle-fan. Zoals jullie weten, luisteraars misschien niet. Ik zit hier wel eens vaker met rapper Donny en zijn neef Lijpe Dennis. En dat zijn niet hun echte namen, toch? Donald en Dennis. Ja, Lijpe is de voorgeplakt. Ja, en rapper is er ook. Ja. Lijpe Dennis, we hebben afgesproken dat je Lijpe mag noemen. Lijpe, welkom. Ja, ik kan zeggen Dennis, maar Dennis Wening en Donny Roelvink. Dat is een hele Dennis andere avond. Nog steeds, ja, het wordt gelijk gek. Ja, dat zit hem ook in het woord Lijpe. Ja. Ja, maar wil Lijpe Dennis nog wat drinken? Het zijn hele rustige jongens. Ja, kopstoot. Toen. Hoe laat is Lijpe Dennis? Is wat later? Ja, dan luister even naar Lijpe voor de jaarcijfers. Dat is gelijk een rare zin. Ja, Q1 begonnen. Bij de tandarts. Lijpe. Ja. Meneer Lijpe. Ja, ja. Met de volgende. Komt u maar mee. Ja. Lijpe Dennis. En de award voor. Dokter Lijpe zal de operatie verrichten. Nee! Anywho. Wij zitten hier dus regelmatig pokoes te maken. Ik mag pokoes zeggen. Wat zijn dat? Liedjes. Oké. Okay. Pokoes. Daan moet vreselijk lachen, want die spreekt natuurlijk al die talen, al die jeugdtalen. We zitten gewoon een beetje te klooien. En wat zijn pokoes? Liedjes. Liedjes. Raps. Althans, zij. Zij zitten hier dan en ik ben de conciërge. Ik voorzie ze van drank. Je doet de deur open, precies. Dicht. Ik vul de ijskast bij. Ja. Ik je legt hun zakken. Willen de heren nog wat drinken? Nee, maar het voelt wel goed. Ik vul de ijskast en leg hun zakken. Even kijken. Ik ga met je pinpas. Ja, kunnen de heren lekker pokoes maken ondertussen? Als daar een pinpas aan te pas komt, ze komen hier gewoon gezellig. Hey, drankje erbij. En dan komen nog van die producers. Laptopjes gaan open. En dan gaan ze muziek maken. Je hebt een jongere honk. Je bent een jeugdwerker. soms voelt het wel je bent zo. Straatcoach. Met een bos sleutels. Ja. Jeugdwerker. Mijn bijnaam van hun is ook de conciërge. En daar hebben we ook al een liedje over. Kijk, een pokoe. Zit jij in een pokoe? De conciërge. Ja, want omdat ik hier de hele tijd bezig ben. Hebben de jongens geen honger? Moeten even eten bestellen? Kijk, een vrede. Kijk, laat me Dennis die frikadellen weg loggen. Via zijn neus. Ah, Lijpen. Lijpen, wat doe je nou? Speciaal oprikt. Die kaas, dat gaat pijn doen. Hij barst open in zijn neus. Wetje! Godverdomme! Ik zie niet meer wat kaas is als smot. Nou, dat doet me denken. Dat over een kapsalon. Oké. Maar goed. Dus daar zitten echt hele talentvolle jongens tussen. En het is ongelooflijk hoe snel zij liedjes in elkaar kunnen zetten en hoe ze spelen. Was laatste gozer, Bas. Ik ben niet Bas Brom, maar een andere Bas. 1-2-3 of nou ja, in ieder geval, ik weet niet hoe die zijn producernaam. Hele toffe gozer. Crazy Bas. Die zit gewoon piano te spelen op zijn toetsenborst. Op zijn toetsenbord. Ja. Dus je kan een keyboardje aansluiten. Nou, dat hoeft niet. Gewoon, hij weet de letters en dan waar de toetsen. En dan denk je, hè? Vind ik al bizar. Ja. Maar ze hadden een liedje. Dennis Boek, niet bezig. Onder de indruk. Het was van, een accordeon zou wel leuk zijn. Erbij. Oh, ik ken wel iemand. En toen werd dus Ringo gebeld. En die, ik kan wel even langskomen. En dan komt hier dan een jongen binnen. Hoe laat is het dan? Dit was om. Hoe laat komt hier iemand met een accordeon binnen? Om een uur of 10, denk ik. Ah, oké. Dus nee, dat viel nog mee. Nee, dat nou ja, goed, dan ben je toch ook. Sommige mensen zijn hun tanden aan het poetsen en een beetje aan het afronden. Richting bed. Ja, ja. Maar en hij had een tweed jasje aan en een ruitjes overhemd. Ik zie het hier. En het is een beetje een dandy. Een jonge dandy, maar het was duidelijk. Hij heeft hier wel voor gekozen. Heeft hier over nagedacht. Maar echt jaren geleden. Het is nu wel wie die is. Ja. En hij begon accordeon te spelen. Ja, echt
Schitterend. En ik ben daarna wat meer van hem proberen uit te zoeken. Nou ja, ik heb ook met hem gesproken natuurlijk. Hij komt uit Volendam. Maar hij is een hele andere kant opgeslagen dan de meeste Volendam muziek die gemaakt wordt. Ik wil even een stukje opzetten, want dit heb ik gevonden. Hij speelt schitterend piano. Echt. Ik bedoel, dit is alsof ik zie nu toch in zwart-wit een paar mensen lopen in de film. Ja. Ja. Alsof je terug naar de jaren 30 gaat. Ik zie Stan Laurel omdraaien met een ladder op zijn schouder. En hij vertelde dus, ik zeg, wauw man, je speelt zo goed accordeon. Dat zie je niet vaak. En hoe lang doe je dit al, man? Echt zo gevoelig en mooi. En het is, accordeon spelen is sowieso een soort natuurkunde en wiskunde en muzikaliteit. Want het uittrekken en is mineur en het duwen is dan majeur of andersom. En je hebt toetsen en knoppies. Ja. Het is ongelooflijk. En dan zit je, dan heb ik ook nog deze, maar dan is het net andersom. Dan is het majeur. Dus je moet het rekenen en zo. Het is ongelooflijk. En nu weet ik heel eventjes niet waar ik naartoe wilde. Jij vroeg, hoe lang speel je al? Oh ja, ik vroeg aan hem, hoe speel je dat al? Want ja, echt waanzinnig. Ja, ik was dus door de corona, kon ik niet meer optreden. Dus toen dacht ik moet iets doen wat ik op straat kan spelen. Dus ik doe accordeon. Ik zeg, want dit is 2 jaar geleden, grap. Het is gewoon 2 jaar. Ja, maar als je toetsenist bent, dan gaat het sneller. Maar ook die vibrato en dat gevoel erin. En, goed, en dat je denk moet ik muzikaal wel van, zijn hoor. Ja, ja. En dat vind ik dan wel genieten. Leuk. Ja. Dan ben ik graag hier conciërge. Want er gebeuren gewoon gekke en mooie dingen opeens op zo'n avond. Je weet niet hoe het gaat beginnen. En opeens staat hier een gozer schitterend te spelen. Gewoon bijna tranen in mijn ogen. Ja. Ja, ja, cool. Dus. Ik vind de mooiste accordeon solo. Ja. Ja, ik ken er maar één. Maar die zit in Frans-Duits. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ja. Ja, en je denkt dat ik een grapje maak, maar serieus, daar zit een accordeon solo. Ja. Die spoel ik dan terug iets harder op de autoradio. Ja. Oeh, dat klonk oud. De autoradio. De Bluetooth system. Ja, schitterend. System. Nou, ga dat ook opzoeken. Ringo Maurer, shout-out. Ja. Ik was in Argentinië, zoals jullie weten, een tijd. En als ik terugblik op het afgelopen jaar, moet ik echt zeggen dat de leukste nieuwe persoon die er voor mij is bijgekomen is Thomas Bergen. Hey. Ja, ik kende hem natuurlijk, ik had hem natuurlijk wel eens al links-rechts gezien. Dus ik weet niet of het dan echt telt. Hij was niet echt nieuw voor mij. Maar als je zo met elkaar opgescheept zit, zoals wij zaten, dan leer je echt iemand kennen. Het is niet heel erg groot in het nieuws geweest, maar toen wij in Argentinië aankwamen, niet alleen brak na 2 dagen de oorlog uit in Oekraïne, wat een enorme domper was. Die domper die voelde je gelijk. Dat je denkt, oh nee. We gingen daarheen eigenlijk met het idee, nou, corona is bijna voorbij. Oh. En de hele wereld gaat opveren. Ja, en wij gaan hier lekker een paar weken the summer of love. Perfecte plaatje opnemen. Nou, binnen 2 dagen was die oorlog uitgebroken. Onverwacht, toch? Goede domper. En toen brak bij ons ook de corona uit in de crew. Stil moeten liggen. En nou, uiteindelijk heb je iets van 7 dagen niks kunnen doen. Mensen op een kamer in quarantaine. Groep opgesplitst. Op het dakterras mocht die komen. En andere mensen moesten daar blijven. Iedere dag testen. Ik had een soort domino-spel aan zelftest op mijn kamer liggen. Zo, echt. Echt zo'n hele rits. Die liet je ook maar liggen, zodat de schoonmaaksters konden zien. Weet je, die zo dag in dag uit aan het testen. Dat was echt vreselijk, was het. Maar aan Thomas, of Giel, zoals hij in het echie heet. Verwarrend is. Ja. Thomas, Giel, ja. Of... Maar dat, je hebt Giel en dan voor de artiestennaam wordt het Thomas. Ja, het is ook best. Maar ik zal zo even uitleggen hoe dat zit. Ik zeg toch voor het gemak, Giel, heb je echt wat? Want hij bleef de hele tijd ongelooflijk relaxed. Altijd met een peuk,
altijd met een vissenkom met wijn. Lekker goed glas. Altijd zeggen, ik drink niet zoveel meer. Ja, ja. Nog maar eentje. Ja, precies. Ja. Maar dat was wel een goed glas. Ja. Nee, hij was altijd... Weet je, was niet, hij deed niet moeilijk. Wat andere mensen deden van... Oeh, ja, ja, we moeten misschien ook niet zoveel... We moeten niet meer drinken eventjes. Of even... ik deed het ook, hoor. Je gaat in de versobering. Laat ik maar gaan hardlopen. Of laat ik maar... geen alcohol nemen. Of saaie boeken lezen. Was hij in alles super relaxed. En maakt zich ook totaal niet druk over dat hij het ook zou krijgen. Of dat hij niet zou wegkomen. Hij vond het altijd als er iets op tafel kwam. Als er iets gebeurde. Als we iets deden, zei lekker. Hij, lekker man. Ah, leuk. Een uplifter. Gezellig man. Lekker man. Ja, leuk. Ja, we gaan lekker een stukje vlees eten. Lekker man. Het schiet mij iets binnen. Waarom die dan zijn naam van Giel naar Thomas zou hebben veranderd. Ja. Nou, als hij Giel Bergen zou hebben gegeten, ja, dan zouden mensen zeggen Giel Montagne. Oh, nou dat is te ver doorgedacht. Zo. Maar wel echt bam, heel goed, Mountain Sherlock Holmes. Montagne. Ja. Nou, ik wil nog even, ik ga het zo onthullen, maar ik wil even nog afmaken hoe ongelooflijk aangenaam het met hem was. Hij praat 100 uit over allerlei dingen die hem interesseren. Maar hij is ook heel erg open over... hij heeft natuurlijk een periode gehad waarin hij flink aan de druk zat. Daar is hij vanaf, godzijdank. Maar daar vertelt hij ook wel hele smakelijke verhalen over. En daar kan je echt aan optrekken en aan warmen op het moment dat je gewoon stil ligt aan de andere kant van de oceaan en niet zeker weet of je de hele serie gaat afmaken. Hij is ook aan de sigaar gegaan door mij, want in een van de laatste avonden zaten we op de Pampa, platteland van Argentinië. En daar zaten we rondom het vuur, want Thomas kwam heel ver, dus hij is ook lang mee geweest. Toen heb ik hem een sigaar gegeven, want er was behoorlijk aan doorpaffen. Het was natuurlijk lekker weer daar. Toen zei hij, oh, lekker man, dit. Een sigaartje in de avond. Heerlijk. Daar was hij ook weer zo ontzettend blij mee. En toen heeft hij nog later nog foto's gestuurd van de sigaren die was. Hij gaat dan ook wel all in. Sigarenknippers, dozen, weet je. Humidor. Ja, precies. Heerlijk. Leuk. Dus ik was heel... Nieuwe verslaving. We hebben allemaal leuke kandidaten gehad, maar de ene ging snel weg. Of heb ik niet gezien door quarantaine. Maar met Thomas was het goed toeven. Echt een hele leuke gozer. Fijn om hem daarbij te hebben gehad. En ik vroeg het natuurlijk ook. Waarom heet je dan Thomas Bergen? En het plan was op zijn 16e al om Duitsland te veroveren. En ze kunnen gewoon Giel niet uitspreken. Giel. Dus, Thomas. En ik zei, hoe is dat dan gegaan, dat Duitsland veroveren? Zo, ik ben nooit gegaan. Lekker man. Gezellig. Oh, wat goed. Ja, geen problemen van het leven maken. Nou, mooi, zo'n positieve noot. Allemaal positieve mensen. Ja, ja. Leuk. We zouden die mensen bij elkaar moeten brengen. Ja, nou, en dan zullen we... Dat zou bijzonder zijn. Ja, en dan kunnen wij onze irritaties daar tegenover stellen. Want wanneer hebben jullie geïrriteerd afgelopen jaar, jongens? Irritaties, momenten van ongemak. Nou, kijk, ik ben natuurlijk gek op mijn kinderen. Het zijn er 4. En ik weet dat dat veel is. En ik weet dat mensen zeggen, ja... Anticonceptie. Precies. Maar het is geweldig. En er zijn ontzettend veel voorbeelden te geven waarop dat zo is. En dat zal in de toekomst alleen maar meer worden. Maar er is een moment geweest op vakantie dat ze als team opereerden, alle 4. En dat ze met elkaar... Tag team, back again. Een etmaal wakker waren. Aha. Dus dat er altijd eentje wakker was. Altijd eentje wakker. Shift. Ja. En geen Thomas Bergen die dan zei... Maar is toch gezellig? Ja, gezellig en leuk. Lekker man. Het was een periode waarin DD om 5 uur wakker werd. Oké, dan start de dag. Dan start het. Ja. Nou, dat gaat dan de hele dag door. Was hard werken. Ik heb het in een eerdere podcast over gehad... dat een hard werkende vakantie was. En Bente, de oudste, die wilde die avond uit in Annecy. Ja. En die had een aantal dingen uitonderhandeld. Geld, taxi en tijd. En zij dacht zelf aan 3 uur. Oh ja. Drie uur. Ja. Ja, dat vind ik echt... Vind ik echt te laat. Dus dat hebben we het soort... Teruggekregen naar 1 uur. Dat werd 1:15. Maar dan lig je toch... Ja.
te wachten. Dus ik was 5 uur opgestaan en nou, 1:30 was ze thuis. Ja. Dan gaat het gestommel nog tot 1 uur of 2 door. Over je. Dan zit ze gehoorhuis. Dat was met een vriendin. Kom, we gaan terug. Is die taxi er nog? Dat ging maar door. Toen werd om 4 uur Vaas daar van wakker. Of die werd wakker. Ja. Die moest heel even gekalmeerd worden. En toen, 1 uur en 10 minuten later, begon Dede weer. Ja. En toen dacht ik, nu is het een... Holiday. Ja, nu is het gewoon een samenswering. Ja. Want je kan niet meer. Nee, je kan niet meer. Ja. Dus je begint ook sneller conspiracy theories te ontdekken. In wat werkt aan hun systeem, is dat Bente pas weer om 12 uur start. Ja, ja. Die gaat lekker om 3 uur slapen. Bam. Ja. Die pakt even goede 9 uur. Toen heb ik me wel geïrriteerd. en daarop de meest recente irritatie. Ja. Die zag ik op Instagram. Die wil ik ook met jullie delen. Want ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Gisteren is de roast opgenomen. Ja. Wij nemen dit op vlak voor kerst. En wij weten hoe ingewikkeld het is. Want wij kennen Wilco Terwijn. Onze huisvriend. Ja. Collega, comedian. En alcoholkenner. Schrijver. Connoisseur. Connoisseur. Fluisteraar. Van alles wat je wil. Shawarma recordhouder. En ja. Toucher for good luck. Ja. Wat? Toucher for good luck. Ja, zeker. Ja. Hij heeft hier een keer de bokszak. Ik had een bokszak hangen. En toen ging hij eventjes laten zien hoe goed hij kon boksen. En toen sloeg hij de bokszak uit het plafond. Ja, hij is ook sterk. Ja, dat je toch even schrikt van... Zo, hij is toch wel sterk volgens mij. Ja. Ik vond hem echt perensterk. Ja, nee, daarom. Dus je moet ook... Gelukkig heeft hij geen kwaaie dronk. Nee. Want dan zou hij echt een spoor van verderf. Maar hij heeft een taaie dronk. Ja. Nou ja, Wilco is een van de schrijvers van de roast. Dus die is er altijd druk mee. Want hij moet voor iedereen wat maken. En dat moet een beetje op maat. En gisteren zag ik op Instagram van Patricia Pai deze voorbij komen. Ik laat hem je even zien. Patricia Pai. Grote kruis met een erdoor. Grote kruis er doorheen. En dan weet je het eigenlijk al. Na lang wikken en wegen heb ik besloten om af te zien aan mijn medewerking aan de roast van Famke Louise. Bij nader inzien ben ik me toch gaan realiseren dat de humor en de grappen die er logischerwijs in dit format worden gemaakt, op dit moment niet goed voelen voor mij. Ja. Wauw. En dat had ze gisteren besloten. Even de timing nog een keer duidelijk. Want dit bericht is... Gisteren was de opname. Ja. Gisteren was ook het bericht. Dus op de dag zelf. Kijk, want zij heeft zich laten fotograferen. Want zie je, de messen zijn geslepen. Oh ja, 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 ja. Dit is een promofoto voor de... Dus dan denk ik wel... Ik denk dan wel... Je gaat door een bepaalde procedure heen. Ja. Je kent het format The Roast. Ja. Je weet wie er te gast is. Ja. Dan word je gevraagd. Dan denk je, ja, leuk. Dan ga je naar een fotoshoot. Ja. Die foto plaats je. Ja. En dan worden er grappen voor je geschreven. En ik vind het... Ja. Maar is er nog meer uitleg gekomen? Of nee, is er... nou, zij zegt... Ik vind dat die grappen... Die harde grappen vind ik... Niet leuk. Niet zo leuk. Ja. Nu. Maar dat... Nu. Maar hoe bedoel je... Ja, maar... Nee, maar ik vind het, weet je, en ik weet dat Wilco daar ook druk mee is. En ik snap het, hè. Ik snap dat je denkt, dat is niet mijn, not my back. Ja, dat maar soort harde grappen. Maar om gewoon, al als je op de foto al hebt gestaan, dan zijn er wel wat, zeg maar. Heel veel mensen breng je daarmee in paniek. Ja, vond ik irritant. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Alright. Ruppie? Ja, ik zit te denken. Niet geïrriteerd, afgelopen jaar. Ja, oh, zo. Ah, jawel, kijk. Hoor, zeker. Ja, als waar Lijpe Dennis weer eens reet aan het afvegen was aan de bank. Met een kaassoufflé. Nee? Nee, heeft hij niet gedaan. Nee, ik dacht dat hij echt spot on zat. Je kijkt maar wat. Hoe weet je dit? Fuck? Ja, precies. Ik heb dat toch goed schoon gekregen. Met mijn glassex stond ik weer. Conciërge, de conciërge. Poetsen. Mooi poeko. Pakkie. Godsamme. Poeko. Poeko. Ja, ik blijf me toch
vaak irriteren aan reclames en aan producten. En met name toch ook afgelopen jaar weer met stip op één aan Bluetooth. Die valse belofte van Bluetooth en draadloos. Ja. Dat het allemaal beter wordt als je het draadloos doet. Joh, geef mij een kluwe met snoertjes. Bam. En dan is het in ieder geval is er contact gemaakt en dan doet het het. Want soms zegt hij, ja hoor, je hebt contact, je bent verbonden. Je bent verbonden. Heel leuk geluidje erbij, weet je altijd. Als er weer contact wordt gemaakt. Bong, 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 ja. Bong, bong. Dat, toch, die Bluetooth-weigeraar. Het is een chagrijn, is het. In je apparaat. Ik ga even kijken of ik dit wel leuk vind. Naar de Noorse koning Blauwtand. Ja, dat zou ook laatst voorbij komen. Ik heb... Mijn grootste ergernis was Deliveroo van 2022. Die hebben meerdere keren gepresteerd om eten niet te brengen. Deliveroo. Maar wel te zeggen, we hebben het bezorgd. En dus dan heb je ook betaald. Deliveroo dan? Mooi. Daar kon ik door de irritatie niet opkomen. Maar ik wou dat ik die op dat moment bedacht had. Als je honger hebt. Je hebt eten besteld. Ja. Ga verder. Betaald? Ja. Nee, dus eerst uitgezocht. En ja, oh, precies. En dan zie ik... Oh, oh dat zit... Oh, mooi, met pad thai, met kip. Oh, lekker. Oh, ik heb waterloop in mijn mond. Heerlijk. Hoe heet die... Nog drie kwartier. Hoe heet die Oekraïense ober ook alweer? Ja, ik weet zijn naam niet. Oh, oké. Okay. Maar? Igor. Maar hoe kan hij hier een oplossing in zijn? Omdat ik jou zie... Oh, Igor, I have something besteld now, which is so really nice. Yes, yes, but I like to leave now. I welcome police. I'm not a fugitive. I have my own home. I have my own girlfriend. No. I will put a plate of Thai food under the door in 10. Three quarters of an hour. Hello, the delivery guy. Help me. Help me. Nou, was dat maar zo. Maar er kwam niemand. Nee. En dan komen ze niet. En het is meerdere keren gebeurd. En dan probeer je mensen aan de telefoon te krijgen. En dat kan niet. Je kan niemand aan de telefoon krijgen. Maar je kan wel appen met ze. Ja. En zie je ze dan ook typen? Nou, ja. Is aan het typen, aan het typen, aan het typen. Niks. Echt waar? Aan het typen, aan het typen. Niks. En dan krijg je wel rate this call. En uiteindelijk had ik dan toch iemand aan de lijn. En die hoorde je gewoon voorlezen. Nou, we vinden het heel vervelend dat u dit overkomen is. Maar we hopen dat we... Ik stop met lezen. Ik wil mijn eten. Wat ga je eraan doen? Ik heb nog steeds honger. Er zitten hier kinderen. Die moesten dan... Ja, precies. Die moesten op commando huilen. Huil! Ja, maar ondertussen was het 10 uur op een doordeweekse dag. Exact! Ja, dat... En dan voel je zo'n slechte vader. En dan wil je toch iemand de schuld geven. Deliveroo. En wat is er met ze gebeurd? Ze zijn Nederland uit. Oh, zo. The wrath of Ruben Nicolai. En als er dan echt niks komt, wat is dan... Ja, boterham. Een boterham, echt waar. Dat is wel echt verliezen. Ja. Dat is dan ook geen lekkere boterham. Nee, dat is een boterham met ontevredenheid. Ja. Een boterham met marmiet. Oh, nee, dat zou ik ze niet aan doen. Dat gaat te ver. Mag ik dit verhaal vertalen en vertellen in Afrika? Translaten. Andere momenten. Want dan zullen de vragen zijn... But there was no food... There was no food available? Well, yes, he lives... Above a very large supermarket where there's everything. Ja. But he still... Die is om 10 uur dicht, tel. Ja, maar ja. Het is Amsterdam. Voor Dus je hebt om 9:15... Verklaar jij onder verhaal. Eden? Ja, goed. Andere irritaties, die hebben natuurlijk alles te maken met de verhuizing. Verhuisdozen. Ik heb gemerkt dat verhuisdozen en ik zijn vijanden van elkaar. Zij hebben ook wat te vrezen van mij, hoor. Maar ik heb zo vaak tijdens de verhuizing of dat ik iets uit een doos wou pakken, want dozen staan er nog heel lang en ook na de verhuizing. Ja, ja, ja. En ook als je in een tijdelijk huis woont, trouwens, er staan heel veel dingen in dozen. Moet je heel vaak. Maar dan heb je vaak één hand is bezet en dan wil je met die ander even die doos open doen om te kijken wat erin zit. Nou, dan heb je twee flappen en dan gaan die andere twee dicht.
Nu kan ik het net niet zien. Doe je met één elleboog die flap zo. En dan die. En dan valt die toch weer. En die ook. En het is zo vaak gebeurd dat ik flip, flap, flap. Flop, flip, flip. Flop, flap, flap. En dat ik gewoon dozen met spullen erin. Maar dat interesseerde me niet meer. Stond ik in elkaar te trappen. Stond ik gewoon gaten in dozen te schoppen. En dan keek mijn vriendin en mijn kinderen. Die keken ook. Het gaat nu echt niet meer goed met hem. Hij is nu echt. We moeten nu iemand gaan bellen. We moeten denk ik nu iemand gaan bellen. We bellen Deliveroo. Dan verschuift ze irritatie. Ja, nee, vreselijk. Dat, daar heb ik echt ernstige irritaties mee. Ja. Oké, okay, ja. Nog een lijstje op het lijstje? Ja, nog blunders. Even. Ik vond de blunders vond ik ook wel een goeie, hoor. Blunders, nou. Of waar je echt voor geneert. En, ja, ik kan niet anders zeggen. Toch wel een van de grootste blunders is dat ik me echt dik verslapen heb voor deze podcast. Niet old vandaag. School. Nee. Maar een aantal... keren geleden. Ja. Keren geleden. En ik dacht, echt... misschien is hij, heeft hij wel een hartaanval gehad. Bam. Altijd positief. Ja, nee. Ja. En nam de telefoon niet op. En we hadden de avond daarvoor nog afgesproken. Ja. Via de app. Hoe laat we hier zouden zijn. Als je dan een uur later niet bent. Dan, kan het was wel echt anderhalf uur te laat. Ja, geloof ik. Zoiets, Bedoel, op een gegeven moment zijn de sleutels bij mij thuis opgehaald. En toen konden we hier alvast de studio in. En ik lag zelfs toen nog te slapen. Ja. Toen werd ik wakker gemaakt. Huh? Huh? Wat? Danny, wat doe je hier? Want hij is ook heel handig met sloten. Wat was dat? Staat erin. Hij hing boven me. Tududu, Oh, sorry, ik ben nog één irritatie. Koken, want dat heb ik dus af en toe gedaan. Ja. En dat ik dan tijdens het koken, dat het dan misgaat. En dat ik dan zo geïrriteerd word. En dan wil ik een utensil. Een keukengerijstuk. Een spatel, ding pakken. Spatula. Uit zo'n er staat zo'n aardewerken vaas. Daar gaat alles mee. En dan gaat alles mee, dan valt er heel veel uit. En toen ging ik dingen terug doen, zo hard. Kak, tak, tak! En toen brak die hele vaas. En weer kijken die kinderen. Het gaat niet goed. Niet goed. De Maas, crazy guy. U kijkt weer naar een aflevering. Ja. Nee, het gaat. Ik moet echt aan 2023 aan anger management gaan werken. Ja. Oké, sorry. Terug naar de blunders. Ja. Nou ja, dat, dus, dat was... Mijn blunder was... heb jij niet... Kun je niks bedenken? Nee, ik heb niet... Ik heb weer de verbouwing onderschat. Dan heb ik ook nog wel blunders. Want eerst dacht ik, vorig jaar augustus in mijn huis te gaan. Dus augustus 21. Nou, dat lukte natuurlijk niet. Nee. Dus dat werd december 21. Ja. Dat lukte natuurlijk ook niet. Dus nog een maandje of twee langer te huis huren, tijdelijk huis. Januari, dan gaan we echt. Natuurlijk gaan we niet echt. Februari. Juni is het geworden, uiteindelijk. Juni, dat is bijna een jaar later dan mijn eerste inschatting. You know, dat is vlak na augustus. Ja, het is erg dat je dat weer, dat je niet leert. Dat vind ik een blunder. Ja, is inderdaad. Ja, precies. Als je het zo breder trekt, dan rijden de blunders aan elkaar. Ja. Ja, ik eindig zo vaak een dag dat ik denk, ik heb weer zo te veel gedaan. Gestrest ergens staan wachten. Dus moet snel weg. Helemaal hoog in je adem. Ja. Terwijl het zo simpel is, je moet naar je dag kijken en dan moet je er twee dingen uithalen. Ja. Iedere dag. En ik doe het nooit. En dan kom ik weer thuis. Ik moet drinken. Ja. Want dat is dan de enige oplossing. Ja. Nou, ik heb wel glas wijn verdiend, hoor. Ja. Thomas, schrik me er nog één in. Lekker man. Lekker man. Ja. Nee, ja. Ik doe eigenlijk alle 20% te veel. Ja. Ja, nou, dat niet leren is toch ook een vorm van blunderen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Oké, nou, we moeten eventjes hop. Ja, die mensen hebben nog meer te doen. Die moeten nog het kerstdiner bij elkaar flansen. Of het nieuwjaars. Dat is ooit. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dit zou best wel eens verkozen kunnen worden. Nou goed, tranen van geluk in 2022. Of heel erg trots. Of wanneer was je echt... Wauw, ik ben zo gelukkig. Natte ogen mag ook, hè? Natte ogen. Wij gingen dus op vakantie. Toen gingen we dus met z'n allen, heb ik ze al mijn gezinsleden zover kunnen krijgen. En Nicolette ook. Met de kinderen.
Jouw ex. De moeder van mijn dochters, ja. Uit twee dochters. Wij waren met z'n allen op vakantie. Ik was met zes dames. Zeg ik met z'n zes, ja. Zes dames en ik. En toen gingen we surfen. En het is gewoon zo geweldig om te zien als dan... Ook al is het een metertje, staan ze. En de euforie op hun gezicht. En zo'n beetje schuim. En maar proberen. En, ja, het is gewoon, dat blijft gewoon schitterend. Ja, ik merk het. Ja, het zien er tegenop. En Fine ook. Weet je, nou ja, dat weet je. Dat is geen andere 10-jarige dochter. En opeens, weet je. Hop, komen die leraar ook mee. Hier, ga gewoon liggen. Ik geef je een set. 3, 2, 1. Dan ga je. Hup. Stand now! En dan ga I was like Jesus walking on water. I am the Lord. Het is gewoon, dat blijft schitterend. Magie. Oh. Pure magie. Mooi. Ja. Nou, ik heb Fine, de dochter waar je net aan refereerde, in de iMusical zien spelen die ik geregisseerd heb. Dat vervulde me van trots. Hè. Dat zo'n jong dametje die dan allemaal rollen speelt en op het podium staat. Bent, de oudste, die gaat naar de hotelschool. En wij gaan nu proberen één keer in de twee weken ergens in Amsterdam te gaan lunchen of te gaan eten. Maar dan moet het een bijzondere of gekke plek zijn. Kan bijvoorbeeld te maken hebben met de Miami Kitchen. Hè, waarbij je gewoon allemaal kreeftenpoten op tafel krijgt gegooid. Of de Baskische keuken. Zodat ze zoveel mogelijk leert over de horeca. Over verschillende soorten bereidingen. Nou, en zij gaat stage lopen in het Hilton, V4Tree bij Hilton, ja. Het Centraal Station. En, mooi, straks, de Skylands. Daar gaat zij dan ook werken. Nou, dat maakt hem super trots. Ja? En Faas, mijn zoon, die had een ontsteking aan de wortel van zijn voortanden. Hij is op zijn voortanden, op zijn melktanden gevallen. Ja. Die waren een beetje grijs aan het worden. Maar hij kreeg ook een ontsteking. Heeft hij echt zo'n bultje op zijn tandvlees. En daarmee zijn we naar de tandarts gegaan. En die zei, die moeten eruit. Daar heb ik echt een week tegenop gezien. Want die moeten gewoon eruit. Worden eruit getrokken. Oh. En dan geven ze zo'n jongetje op een slinkse wijze met een spuitje in de mond wat verdoving. Daar worden ze een beetje dronken van. Oh. Dan moet je ze een half uur een beetje kalmeren. Dus Faas werd een beetje dronken. Hey, wee. En dan gaat hij op die stoel. En toen zei Markel, blijf jij er maar bij. Dat ging heel snel. We hadden niet van tevoren afgesproken. Toen zei die ding als tegen die tandarts die het heel goed deed. Het was een geweldige tandarts. Maar wat doe je nou? Hou ermee op. Ik wil naar huis. Ja, en het duurt maar 10 minuten. Maar dan springen de tranen in de ogen. En zijn tandjes waren eruit. En daarna was ik heel trots op hem. Hij had het heel goed gedaan. Hij kreeg een superheld. Die wilde hij graag. En toen heeft hij bijna 2 dagen geslapen. Want hij heeft al die tijd ontsteking in zijn lijf gehad, waar hij tegen gevochten heeft. En die was uit. En zijn tandjes waren eruit. Dus nu heeft hij geen boventanden meer. Kijk eens. Ja, dus ja, weet je, dat is wel het moment dat je met tranen van... Want je voelt je zo... Ja, vreselijk. Want je moet namelijk je op de achtergrond houden. Want hij mag niet te veel prikkels hebben op zo'n moment. Maar dat zijn dan springende tranen weer op twee manieren in de ogen. Want je bent er zo blij dat voorbij is. Ja, meenemen en weg. Oh. Maar geweldig dat tandartsen dat tegenwoordig kunnen. Ja. Want vroeger kreeg je gewoon een nare ontsteking in je tandvlees. En dan sloeg dat twee dingen naar binnen en dan was het voorbij. Bedenk me wel eens. Ja. Dus, en dat was niet zo lang geleden. Dus ik ben super blij dat dat achter de rug is. Ja, want de laatste keer dat ik hem zag, had hij gewoon tanden nog. Ja, nee. Nu niet meer. Dus loopt hij de hele dag zo. Ja. Zo. Lekker een slisje. Een slisje met maar de tanden. Maar als de voortandjes eruit zijn, komen ze grote mensentanden sneller. Ja, natuurlijk. Ook mijn tranen van geluk gaan over de kinderen. Mijn jongste die zit op dansles bij Danslab Noord. Shout-out. En die hadden voorstelling. Ja, en het was in de schouwburg van Zaandam. En ik heb gewoon van begin tot eind gehuild. Elke keer als ze opkwam. Ja, ja. Zoals de irritatie en woede hoog aan het oppervlak ligt, liggen mijn tranen daarnaast. Dus of geïrriteerd, of aan het huilen. Like this. Dus ik heb gewoon... Dat mensen naast... Weer? Zit je nog steeds te huilen? Het is toch zo mooi, zo
mooi. Denk je nou weer aan die pasta carbonara? En mijn oudste, die op een huwelijk van een echt zeer dierbare mensen, die heeft 's ochtends, waar iedereen met een kater stond bij het hotel, stond iedereen op het terras. Daar werden nog 2 speeches gehouden. Eén van de vader van de bruid, die ik was vergeten aan te kondigen op de avond zelf. Oh. Dat was even mijn fout. En zij dus. En zij pakt het woord en is dus net 15 jaar. En pakt daar het woord en zonder een zonder... Oh, stom, dat zou ik niet zeggen. Zonder een hapering houdt ze een kort, strak, prachtig, mooi, ontroerend verhaal. En deze keer was ik niet de enige die aan het huilen was. Ja. Nou, daar was ik echt tranen van geluk, beide. Ja. Maar ze hebben ook zo vaak voor de rechter jou moeten vrijpleiten. Tuurlijk. Nee, ervaring telt. Ja, precies. Nee, lachbare. Mijn vader was helemaal niet thuis op dat moment. Ja, nee. Die Deliveroo-jongen, die weet niet waar hij het over heeft. Nee, mijn vader was aan het presenteren. En deze jongen is zelf met zijn scooter van ons balkon afgereden. Ja. even als laatste, want dan moeten we eruit. Maar misschien is dat ook nog een leuke tip voor onze luisteraar. Het beste cadeau wat je hebt gekregen in het afgelopen jaar. Of het mooiste, of het fijnste wat je hebt gekregen. Gewoon iets wat je gekregen hebt. Ik zie jullie denken, ik zal zelf dan even beginnen. Ik heb AirTags gekregen, die ik dus aan mijn sleutels kan plakken. En dan kan ik op mijn telefoon zien, als ik die niet kwijt ben. Waar mijn sleutels zijn. Had je idee? Daar was ik heel blij mee. Ik heb van goede vrienden zo'n ouderwetse reclameposter van Ruinaar gekregen. Oh, ja. Ja, dat vind ik ook echt... Ja, de Ruinaar is natuurlijk een dierbaar merk. Mm-hmm. En ik heb van een goede vriend een paar flesjes wijn gekregen. Daar zit die goede vriend. Dat wilde ik net zeggen. Dat zijn halve... halve liters. Dat zijn gigantische flessen waren dat. Prachtige flessen en dan hele grote versies. En dat zijn mijn lievelingscadeaus van 2022 geweest. Bam. Nou, dan kan ik daar gelijk op aansluiten. De champagne die je ons gegeven hebt. De tsunami. Is gewoon geweldig. En ik had het net al over Ringo. En ik zeg, wat wil je eigenlijk drinken? Ja. Een vin rouge. Oh, hij praat ook echt Frans zoals in Volendam. Ja, gooit hij eventjes een vin rouge. Ja, ja, hij praat geen Volendams. Nee, oké. Nul. Zeg, hij vindt het zonde dat er zo plat wordt gepraat. Mijn naam is Laaf. De taal is schitterend. Ja. Grote Dr. Anders P-fan. Ik weet alles al van hem inmiddels. In ieder geval, joh, je hebt zo mooi gespeeld. Vin rouge, hou je niet van een glaasje champagne? Bam. Meneer de ambassadeur, u verwendt ons werkelijk. Ja, nee, geweldig. Heerlijk weer. Mooi. We hebben weer 2 flesjes. Soldaat gemaakt. Soldaat gemaakt. Top. Ja. Ja. Ja, als ik aan mijn mooiste en beste cadeau denk van afgelopen jaar, dan schiet me gelijk eigenlijk maar 1 ding te binnen. Staat gelijk op 1. En dat zijn jullie, de luisteraars. I love it. Oh, ik hield het lang voor. I love it. Ik ben geïrriteerd en ik moet huilen tegelijk. Schitterend. Jullie zijn het. Ja. Nou, wel cadeau. Nee, weet je wat het is? Wij komen 1 keer per maand bij elkaar om dit te maken. Daar zijn we een hele dag mee bezig. En ik vind het zo ontzettend leuk. En het is ook iets waarvan je weet, dit moet gebeuren. Dus je bent ook de hele tijd bezig. Wat is een leuk verhaal? Ja. Wat is een goed boek? Wat is een geinige insteek? Wat maak ik allemaal mee? Wat kan ik delen? Ja. Wij delen het met elkaar, maar we delen dat inmiddels met heel veel mensen. November was onze beste maand. 175.000 plays. Dan wordt er dus ergens een podcast gestart. En dat 175.000 keer in 1 maand. Niet alleen in Nederland, maar ook in België, Zweden, Duitsland en Amerika. Dat is onze top 5. Bam. Ja, Thomas Berger, eat your heart out. Ik moet zeggen dat je dit met zo'n grote groep mensen kan delen. Al onze verhalen, al onze geschiedenissen, al onze kleine en grote avonturen. Dat is toch een groot goed. Nou, absoluut. Nou, mooi. En dat gouden horloge van jou. Ja, ja, die nou, fijn dat hij op 2 staat. Fuck yeah. Lieve, heb ik ook nog gekregen dit jaar. Lieve luisteraars, wij wensen jullie al het goede voor het nieuwe jaar. We hopen dat jullie, als je dit op 30 of 31 december luistert, oppas met vuurwerk. Niet oppas met champagne, want laat het rijkelijk vloeien. Zouden wij willen zeggen, als dat lukt.
dank voor weer een jaar. En op naar het volgende. Voor onze abonnees via petjeaf.com/RubenTel. Ruben, onze abonnees die voor €2 per maand en 2 extra podcasts krijgen. Gaan wij zo meteen door. Heb je die geoefend? Want het ging echt... Sorry, nu zit ik erdoor. I'm a goddamn professional. Gaan wij zo meteen door in de backstage. En dan gaan wij onze dobbelsteen meenemen naar de backstage. Normaal blijft die achter in de reguliere podcast. Maar deze keer nemen we mee naar de backstage en aan de hand van de dobbelsteen gaan wij voorspellingen doen voor het jaar 2023. Kortom, dit was een terugblik op naar de vooruit. Dank voor het luisteren. Ciao, ciao. De podcast.